als Henri weet dat juf Jolijn is die dag, dan is hij echt nog enthousiaster dan anders. Dan is hij super blij. Het is echt een autistje, dus als we dan in de klas aankomen en het is plots een andere juf, dan is hij echt als een eerlijk kind zo helemaal ontgoocheld. Dus daaraan weten we eigenlijk heel hard dat hij echt bijna verliefd is op juf Jolijn. Dat is een leuke Piet. Ja, heel leuke man. Oeh, Maximeke. Die doet dat super, ze. Kom maar, Rieke. En jij doet het weer geweldig, hè. Oeh, met de benen naar omhoog. Als je dan juf Jolijn vergelijkt met andere juffen, dan vind ik ze echt 1 uit de 1000. Omdat ze... Ja, ze is echt 1 met die klas, ze is 1 met die kinderen. Dat vind ik wel heel belangrijk. En daar maakt ze wel echt het verschil met andere juffen, vind ik. Wat ook heel belangrijk vind ik, is dat ze heel goed communiceert met de ouders. Zij zorgt ervoor aan de hand van filmpjes, foto's, uitleg, berichtjes in hun boekje, dat wij eigenlijk elke dag weten wat hebben ze gedaan, welke activiteiten waren er speciaal, hoe reageren ze, wat doen ze, wat kunnen ze. We gaan eens kijken wat we nu gaan doen. Kijk, hè. Wat hebben wij daarnet gedaan? Eten. Eten is voorbij. Oké, we draaien het bordje toe. Als we s'avonds een e-mail toekrijgen van juf Jolijn, dan weten we dat er een videoverslag bij zit van de activiteit die is gebeurd. En dat is ongelooflijk plezant om te bekijken. Zeker ook samen met haar, want dan lacht ze haar onnozel. In mijn geval, en ik kan ook een beetje spreken voor de andere kinderen die weinig kunnen communiceren, is dat heel belangrijk, vind ik. Want zij kunnen het s'avonds niet zelf navertellen. Zij beseft dat onze kinderen echt brokjes goud zijn waar we goed willen voor zorgen. Zij zegt, we gaan ermee alsof dat de haren zouden zijn. En dat is gewoon voor ons ongelooflijk fantastisch. Ja.